Morning, yoga teacher training, dag 2. Lol, dit was vet vaag. Ik slaap dus bij de grootouders van het gezin waar ik eerder bij logeerde. En ik moest van die opa, moest ik per se op hem wachten. Dus ik dacht, gaat hij me nou brengen? Hij zei, ja, je bent 10 minuten sneller als je met mij gaat, lalala. Dus ik dacht, nou, het zal wel, ik blijf maar uit beleefdheid wachten. En we lopen echt letterlijk de deur uit. En het is echt zo van, als je hier doorheen gaat en dan naar rechts, dan kom je bij de grote. En ik dacht van, maar waarom moest ik wachten dan? Oh wel. Ik zit nu ook een stukje verder van de yogaschool dan daarvoor. Gelukkig is dit maar voor 2 nachten hoor, want ik was wel echt heel blij over het plekje waar ik verbleef. En de zon is net aan het opkomen, of tenminste het is net licht aan het worden. Even kijken, en dan rechts. Ja, dan ben ik hier bij de grote weg. Lol, hoor je die muziek? Het is nog niet eens 6 uur 's ochtends. Je zou er maar naast wonen. Wel gezellig hoor, als ik zo langs loop. Maar ik zou niet per se blij zijn als ik er woon. Dit is Blake from Hawaii. En ik heb net yogales met hem gehad. Hij vertelde tegen onze yogaleraar dat yoga eigenlijk zijn rug heeft gered. Hij heeft een heel ernstig auto-ongeluk gehad waarbij, your back was like completely messed up. Yeah, in the car accident, my body went one way, my spine went the other way, my neck went like oh this. Oh my gosh. This. Yeah. I could barely stand for the next month. Wow. I was in so much pain. Wow. I went to a chiropractor and a massage therapist for 1 year. Yeah. Every single day. Yeah. But it didn't really help. The only thing that helped was when I started doing yoga. Wow. And I was hunched over like this. Yeah. My spine was sticking out like a stegosaurus. Wow. And after I've been doing yoga for 3, going on 4 years now. Yeah. I have no pain. Yeah, you're so flexible. Yeah, you're really flexible. I'm standing up straight again. Yeah. Doctors couldn't do anything for me, but yoga. Yeah. Yoga, wow. Is the answer. That's amazing. I'm a complete believer in yoga now. Awesome. And hij is dus naar een massagetherapeut geweest, naar een chiropractor voor 1 jaar lang en niks hielp. En yoga heeft hem, hij is echt flexibel, hij kan gewoon de lotus en alles. Dus yoga heeft hem gered waar dokters niks konden doen. En hij is ook een soort van Caesar Milan. De honden, die gingen hier net helemaal stuk. Oh wacht, ja, hij heeft ze weer helemaal rustig gekregen. Hij heeft dus als hondentrainer gewerkt tijdens zijn studie. Oh, hier is nog een puppy. Hallo. Oh, yes, please. Yes? I'd love to. Kijk nou. Kijk dit nou. En die honden waren net echt helemaal wild. Omdat er iemand aan de poort kwam. En hij deed gewoon de Caesar Milan. Oh, that's adorable. What's the trick to a real... So, it just takes their mind away from whatever. Ah, okay. It's just like a new sound. Ik ben net klaar met de ochtendsessie. En we hebben ook net lekker gegeten. Het was echt heel chill. Ik heb nog nooit, zeg maar, 2 yoga-klassen op een dag gedaan. En dat hadden we dus gisteren. En ik had vandaag echt bijna geen spierpijn. En vandaag dus ook weer yoga-class. En ja, vanmiddag ook weer. En dat gaat dus zeg maar nog 28 dagen lang zo door. Ik hoef pas om 2:30 terug te zijn. Dus nu even checken of ik wat fruit kan scoren. En ik moet echt even een nieuwe broek kopen. Wow, ik ben even naar een ander gedeelte van Fort Kochi gelopen. En dat ziet er echt veel meer Indian uit. Super druk hier. Allemaal winkels. Ik zag net, oh, dat ga ik je zo meteen laten zien wanneer ik terugloop. Een man met zo'n heel oud strijkijzer. Super vet. Ik ben op zoek naar een broek. Waar kan ik een broek kopen? Deze man is ook wel echt heel schattig. Kijk nou. Dit is toch gewoon, ja, het lijkt net alsof ik een plaatje binnenloop. Maar ben ik de enige die dit heel grappig vindt? Aroma Footwear. Een koe op straat. Een koe. Een echte koe. Ik ben vet blij. Voor het eerst dat ik een koe zie op straat in India. Awesome. Het is wel een kleintje, maar dat maakt niet uit. Still cute. En hier zijn allemaal geitjes weer aan het chillen. Kijk nou. Kijk, een schoenmaker op straat. Ik heb echt het gevoel dat ik in India ben. Ik heb al een paar kledingwinkels gezien, maar deze, ja, daar heb ik wel een goed gevoel over. Even kijken of ik hier een broek kan scoren. Oeh, ik heb nog een fruitstal gevonden. Dit zijn pomelo's. Hele grote. Kijk, huge. Dit zijn echt kleine ananasjes. Vet schattig. Kijk nou hoe klein. Oh, wacht, dat kan je misschien niet zien. Het is echt heel klein. Het is een appel.
En dit is een kleinere pomelo, die heb ik ook net gekocht. Wow, dit is een soort van citroen. But how do you eat it? It's for make pickle and make puja. For make pickle and puja? Ja. Ah, okay. So you cut it up in small pieces? Ja. Ah, okay. Het is echt huge. Kijk hoe groot. Wacht. Wait, even. Dit is echt gigantisch. Heel cool. Wow, kijk nou hoe gaaf. Dit is echt heel cool. Kijk zijn strijkbout. Cult. Dit is pure cult. I love it. Kijk, ze noemen een ijsjeswinkel, noemen ze een cool bar. En dat is geen grap, want ik heb het al vaker gezien. Echt heel cool. Dus dit is een soort van snoepwinkelachtig iets. Ik moet vaker in deze straat hangen, joh. Ik vind hier echt alles geweldig. Het is amazing. Deze man was zo aardig. En ik heb dus besloten om een kokosnoot bij hem te kopen. Voor drinken en eten. Voor 30 cent, denk ik. Awesome. Dat mes ook, jongen. Wat drink ik nou? Yes. Kijk uit, mijn lood. Een kokosnoot. Nee. Ik ben weer heel even terug op de kamer om af te koelen. Maar die kokosman, ik liep dus langs en hij zei, coconut? Met zo'n heel blij hoofd. Dus ik zo, no. Want ik dacht, ja, ik heb mijn handen al vol en bla bla. En toen zei hij, okay, have a nice day. Gewoon heel blij. Dus ik liep verder en ik dacht, eigenlijk heb ik wel zin in een kokosnoot. En hij is awesome. Dus ik kwam echt zo terug. En zo, ik zei zo echt zo van, yes, I do want the coconut. Ik dacht, yeah, you deserve my business. En ik heb trek in een kokosnoot. Awesome. Kijk, ik heb 2 yogabroekjes gescoord. Eentje is een beetje kersenroze. En de andere is gewoon roze. Het lijkt misschien rood op beeld hoor, maar het is wel echt roze. Ik denk dat het iets meer dan 5 euro was. Misschien 6 euro of zo. Bij elkaar. Oh, dat was echt even heel chill. Ik heb een middagdutje gedaan. We gaan weer terug voor de middagsessie van yoga. Deze combo die het meisje aan heeft, die roze broek en dat blauwe ding eroverheen. Dat vind ik zo mooi. Ik wil dat ook. Daarom heb ik ook die roze broeken gekocht. Nu alleen nog zo'n blauw tuniekje scoren. En doe de posture. Then only you can record. See which leg is coming there. That arm here to be under. Don't forget this. This is all a very simple thing. If you forget this, then other things will be hard. Shoulder here, leg back. That is like this. That is at your answer. Both legs up, knee and shoulder. Opposite thumbs up. Consciously, meditatively, and lock it. En we hebben weer zalig eten met ook een heel bijzonder toetje daar zo. Oeh, dit is het tofste wat ik vandaag heb geleerd. Wat is echte vrijheid? Dat je geen slaaf meer bent van je emoties. Als je echt, echt vrij bent, dan ja, ben je dus geen slaaf meer van je emoties. Dan kan niemand je van streek maken. En deze vond ik ook heel vet. Zonder een oplossing is er geen probleem. Want een probleem houdt al in dat er een oplossing voor is. Dus als je een probleem hebt, dan heb je ook een oplossing. En als je geen oplossing voor iets hebt, dan is het ook geen probleem. Ja, vrij diepe shiz inderdaad. Ik ben echt zo blij en ik leer zoveel. Het is amazing. Morgen gaan we op naar dag 3 van de yoga teacher training. Check slangenmens Luna, Lotus en Fishten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je het boeiend vindt. En welterusten. Tot morgen.